Er zijn zoveel dingen gaande nu in de wereld. Zoveel dingen. En op een of andere manier weet de duivel toch een paar mensen te pakken. En ik hou niet ervan om mijn plannen bekend te maken, meestal. Maar deze wil ik bekend maken, omdat ik wil hebben dat mensen die hier zijn erover gaan bidden. Ik heb aan het einde van het jaar gezegd dat het me pijn doet wanneer jonge mannen geweld doen aan vrouwen en daarna ook de hand aan zichzelf slaan. Het doet me pijn. En ik ben steeds bezig me af te vragen, hoe zou de kerk nog meer, en niet alleen in deze muren, want dat werkt niet voor mij, maar hoe zou de kerk naar buiten toe nog meer waarden en normen misschien, maar ook nog meer deze mensen kunnen helpen, of mensen kunnen helpen die zitten met persoonlijke issues, die zitten met, hoe noemt men dat, minderwaardigheidscomplexen, die zich, als ze zich verworpen voelen in relaties, hoe zouden wij als kerk, want als die mensen niet geloven in God, maar hoe zouden wij als kerk toch invloed daarop kunnen hebben? Ik weet niet voor u, maar voor mij is het een grote nederlaag voor ons als een vrouw van 41 jaar het niet meer zit zitten en met een wagen rijdt in de Saramaka-rivier. Ik slaap niet. Ik vind het verschrikkelijk. Ik word boos op mijzelf. Ik word boos op het systeem. Ik ben het meest boos op de duivel. Maar boos zijn gaat niet helpen. Wat gaan wij doen als samenleving? Wat gaan wij doen? En ik praat vandaag tot de kerk van Christus om dit soort gevallen te minimaliseren. Om preventief instituten of mogelijkheden te creëren dat deze mensen kunnen komen bij professionals en geestelijke leiders om hun fuga en hun frustratie te uiten. Ja toch, we zijn het licht der wereld, zoude ik verwijten nu, maar ik praat over hoe ik me voel. Dus ik heb de Heer gezegd, als u me kracht geeft en de middelen geeft, wil ik wel een crisiscentrum starten. Hierover met andere actoren. Een 24, ik zeg het opzettelijk, ik wil dat mensen het horen. Zodat andere leiders zeggen, hey Reime, uno luku dat na chandan de mag, luku zo kan doen samen ja samenleving. Elke dag sterft een Surinamer, of laten we zeggen één keer per week, zelfmoord, Bosjebrug, Saramaka-rivier, Tramai Soetdevro, Tramai Fondevro, alle soort toestanden. En als we niet een sociaal maatschappelijk vangnet hebben om deze mensen te helpen, en de kerk maar schreeuwt, en met alle respect, blessie, 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 ano roko, nakwas manee zegt, je bent ook mede verantwoordelijk voor het land, niet alleen Chan. Look wat er is, maar we zien de lopchan, maar toch iedereen mede verantwoordelijk. We kunnen het land niet laten voor één man. We moeten allemaal werken op ons niveau. Om jippisma. Want tenslotte is het land van God. En als het land van God is en wij zeggen wij dienen de levende God. Wat doen wij dan? Hey, wat doen we dan? Mijn sterren toesma atijazo. Alles maar die hier zit en zegt, apostel, dit zou wel iets voor me kunnen zijn. Geef je naam op. We willen mensen hebben die 24 uur ter beschikking zijn. Ik ga je niet het hele plan geven, maar ik heb God gezegd, ik ga niet meer stilzitten. Ik ga kijken, als er aan bestaande instituten zijn, dan gaan we zeggen, Logos biedt zijn diensten aan.